leuk dat je kijkt naar mijn eerste vlog. Ik doe even zo de intro, want ik ben eigenlijk gewoon maar begonnen met filmen, met stukjes filmen. En ik bedacht me ineens achteraf, toen ik het aan het bewerken was, dat ik helemaal geen intro had. Dus ik dacht, ik doe even nu een soort stukje intro. Het is best wel een lange vlog geworden, dus ja, ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Het is wel heel persoonlijk. Ja, als allereerst wil ik natuurlijk zeggen, ik ben gewoon mezelf in de vlog. Het is niet om aan te stellen of wat dan ook. Het is gewoon echt hoe mijn leven eruit ziet. Ja, dat. Ik hoop gewoon dat je het heel leuk gaat vinden. En pak er vooral lekker een theetje of wat te drinken bij, want hij duurt nog wel even. Dus dat gezegd te hebben, wens ik je heel veel kijkplezier. En laat vooral in de reactie achter wat jij van de vlog vindt. Ik ben even de was aan het ophangen en echt zo erg. Ik zie dat ik witte sokken, die had ik per ongeluk bij de zwarte was gedaan. Ik weet echt, dat is echt altijd iets wat mij dan weer overkomt. Ik vind zo vaak sokken bij de verkeerde kleur was. Heel vaak heb ik of zwarte sokken bij de witte was of bij de gekleurde was. Of ik heb witte sokken bij de zwarte was. Met het gevolg dat ze dus echt lekker zwart worden. Woeps. Maar goed, ik ben nu dus even lekker de was aan het opvouwen en dadelijk een nieuwe was het ophangen. Dat doe ik meestal eigenlijk altijd in de ochtend. Oh, wat ik wel moet doen is even voorbereiding treffen voor de therapie van morgen. Ik moet namelijk een evaluatieverslagje schrijven. Best wel snel. Ik zit nu 3 weken... vorige week was de 3e keer dat ik naar therapie ben geweest. En er moet nu al een verslag van geschreven worden. Een evaluatieverslag. Dus wat jouw bevindingen zijn. Hoe jij het tot nu toe vindt. Of het al helpt. Dus even kijken wat ik daarvan kan maken. En volgens mij was er ook een huiswerkopdracht. Dat je je grenzen moest aangeven afgelopen week. Alleen ik heb daar niet echt mee kunnen oefenen. Ik heb niet echt situaties gehad waarin ik mijn grens kon aangeven. Dus ik moet even kijken wat voor situatie ik daar gaan noemen of zo. Ik heb namelijk wel die week daarvoor heel veel situaties gehad waarin ik grenzen moest aangeven. Dus misschien dat ik die dan neem. Maar dat moet ik even kijken. Ik ben me nu even aan het opmaken omdat ik zo ga filmen. Ik heb echt dikke pan geraakt in deze Prime & Fine poeder van Catrice. Hoe doen jullie dit? Ik draai altijd maar gewoon mijn kabuki kwast erin rond in de hoop dat ik gewoon nog een beetje product eruit krijg en dan smeer ik het nog op mijn gezicht. Hebben jullie een andere manier om die laatste randjes gewoon eruit te krijgen? Dus ik heb jullie hulp nodig. Hoe doen jullie dit? Oh, dit is echt zo frustrerend gewoon. En ik vind het ook zonde om het weg te gooien. Omdat je op zich, poeder heb je gewoon niet veel nodig. Dus er zit nog wel, een beetje in. Ja, echt op de randjes ook. Maar misschien wordt het toch maar tijd voor een nieuwe. Zo, het is tijd om te eten. Ik ga denk ik even voor een broodje met hummus of hummus. Ik heb het echt nog nooit over, dus ik ben echt heel benieuwd hoe het smaakt. Ik hoor heel veel mensen er altijd over, dus ik was wel benieuwd. En dan doe ik er een plakje ham overheen. Zo, en nog wat komkommer en tomaten eroverheen. En dan ben ik heel benieuwd hoe het gaat smaken. Ik proef bijna eigenlijk niks van de hummus. Als je er zoveel andere dingen op hebt, dan proef je dat bijna niet. Oeh, ik heb trouwens weer een Mac-bestelling gedaan. Oeh, slecht van mij, slecht. Ik ben zondagjarig en ik dacht, Ik ben zondagjarig en ik had er nog 2 op mijn wishlist staan. En daarnaast wilde ik de NYC Blush in Taub gaan reviewen. En die wilde ik dus sowieso bestellen. En toen zag ik, ik pleur altijd heel vaak dingen in mijn mandje. En toen zag ik dat ik die dus nog in mijn mandje had zitten. En toen dacht ik, zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Zal ik het wel doen? Eigenlijk had ik er geen geld voor. Dus het was niet misschien heel erg slim, maar ik weet niet. Ze zijn zo mooi. Dus, ugly face. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik heb gisteren niet gefilmd omdat ik therapie had. Eigenlijk had ik 's avonds nog wel kunnen filmen, bedacht ik me nu ineens. Maar toen ging ik wandelen met mijn vader. En verder heb ik eigenlijk alleen maar in bed gelegen, want ik was echt kapot, moe. Zo intensief als je therapie hebt. Dat is echt, vooral als je een dagtherapie hebt, dan is dat toch wel echt, hakt dat er goed in. Niet zozeer omdat je moet nagaan denken over je eigen verhalen, maar ook omdat je gewoon te maken krijgt met verhalen van anderen.
ja, misschien waar jij je dan wel weer in vindt of waar je iets uithaalt. Dus dat is wel heftig. Ik had overigens echt totaal geen zin om te gaan. Of dinsdagavond, toen dacht ik echt, ja, fuck it, ik ga gewoon niet. Ik meld me wel ziek of zo, want ik voelde me echt, ja, ik weet niet. Ik zag er echt heel erg tegenop. Ik voelde me er gewoon niet goed bij. En ik dacht, ja, moet ik nou naar mijn gevoel gaan luisteren? Want heel vaak ben ik iemand, ik zit gewoon heel vaak in mijn hoofd. Ik ben alles aan het relationeren, om het zo maar te zeggen. Maar toen dacht ik van, ja, dit is volgens mij, mijzelf een beetje kennende, zo'n gevoel van angst om niet te gaan of gewoon geen zin om, ja, eigenlijk een verbloeming van de angst. Dus ik dacht van, nou, ik ga gewoon en eigenlijk ben ik super blij dat ik gegaan ben. Dus daar was ik wel heel blij mee. Klein leerpuntje voor mezelf, om het zo maar te zeggen. Dat ik niet zo snel, als ik een vervelend gevoel heb, niet moet gaan. Dat is heel vaak. Als je ergens tegenop ziet, dan denk je, oh, dan ga je het uit de weg. Omdat je gevoel dan op dat moment zegt van, niet zo zin in. Maar heel vaak is het juist goed om dat toch aan te gaan. Dus dat heb ik gedaan, dus daar ben ik wel blij om. Ja, ik zal mijn outfit even laten zien van vandaag. Echt super raar. Ik trok deze broek aan en ik dacht, welke broek is dit? Want volgens mij zijn de pijpen dus gekrompen in de was of zo. Ik snap er helemaal niks van. Dit is mijn outfit van vandaag. Vestje van de Primark. T-shirt van een New Yorker. En dan deze broek van de Action. En het hele rare is, normaal was die dus, ja, gewoon voor mijn gevoel heel strak en best wel lang. En nu komt die echt een soort van bijna hoogwatergevoel. Dat die gewoon echt een stuk korter is. Zo weird, echt. Ik weet ook niet hoe het komt. Verder ga ik nu even een parfum opdoen, even eten en dan ga ik weg. Gisteren had ik Flora op en vandaag ga ik, denk ik, voor een koele geur. Voor Chanel Refresh. Zo, inmiddels ben ik al best wel lang weer thuis. En echt maar goed dat ik geen filmpje heb opgenomen of ingepland. Want het had echt niet uitgemaakt. Ik was namelijk echt pas om 2:45 thuis. Ik had het niet verwacht, maar er waren dus 21 personen in. Ik was even werken in een restaurant. Er waren 21 personen en daarnaast waren er nog 3 losse tafels. Dus dat was best wel ja, drukker dan verwacht. In ieder geval, ik was naar de Action geweest, want de stomme poes, die had een kandelaar omgestoten. En de eerste paar keren ging het goed en daarna is die afgebroken. Dus dat was al echt flink balen. Onze kat is gewoon echt niet handig. Die stoot echt alles om. Dus ik dacht, dan ga ik even naar de Action even kijken of ze daar nog die, ja, kandelaars hebben. Ze hadden ze niet meer, alleen de grote nog. Dus ik twijfelde heel erg van, zal ik dan toch maar een grote meenemen? Heb ik uiteindelijk niet gedaan, want dat vind ik niet zo mooi staan. En toen, daarna heb ik eigenlijk geslapen, want ik ben echt kapot moe. Ik heb dat altijd met dit zomerse weer of zo. Dan ben ik echt heel snel moe en echt gewoon uitgeput. Dat ik gewoon echt nergens de energie voor heb. Ik heb ook echt 1,5 uur geslapen. En ik ben gewoon nu nog moe. Vaak helpt het wel als ik even ga slapen, maar blijkbaar heeft het gewoon nu niet geholpen. Maar daarna kwam gelukkig de postbode. Ik schrok me echt kapot van die bel. Maar het was voor een leuk goed doel. Want ik had namelijk om te reviewen de NYC blush gekocht in de kleur Taupe. Parfum of the day. Even kijken, Giorgio Armani Diamonds, als ik het goed heb. Oh, Emporio Armani Diamonds. Intense. Gewone diamonds vind ik lekker, maar niet zo lekker. Ik vind de intens lekkerder. Die is net iets sterker qua geur. Ik merk dat ik heel erg gespannen ben. Ik ga even zitten, dat vind ik altijd prettiger. Dan is het echt alsof ik een beetje met jullie lekker zittend chit-chat. Maar in ieder geval, ik merk omdat ik super gespannen ben. Omdat ik, het is alweer april, eind april. En ik wil toch eigenlijk wel voor de zomervakantie van mijn lening af. Ik zit nu in een situatie dat ik nog moet lenen. Ik heb in feite alles op 1 vak na van mijn studie gehaald. Maar ik moet nog 1 ding doen, dat is een visiedocument. Daar moet ik nog een herkansing voor inleveren. En als ik die herkansing heb ingeleverd, dan zou ik in feite mijn diploma hebben. Leuk, een diploma, maar ik heb geen werk. Dus dat schiet niet op. Dan zou ik de bijstand in moeten, krijg 450 euro. Wordt er van mijn vriend verwacht dat hij alles bij gaat lenen. En ja,
die situatie, dan zou er nog maar net rondkomen. En ik heb eigenlijk daarnaast nog uitgerekend van, komen we dan inderdaad echt rond? Ja, eigenlijk ook niet. Want ik moet wekelijks naar therapie en dat kost mij 10 euro aan reiskosten per week. Dus ja, dan zit je per maand sowieso al op 40 euro. Wat je dan ook nog moet meerekenen, nou ja, dan komen we echt gewoon niet uit. Dan zouden we daarnaast niet kunnen sparen, geen leuke dingen meer kunnen doen. En ja, tuurlijk, dat is het leven van de bijstand. Dat begrijp ik heel erg goed. Maar we zouden zodanig krap moeten leven dat ik heel erg bang ben dat we gewoon nog meer schulden zouden op gaan bouwen. Ja, dat doen we dan sowieso al, want we zouden ons eigen risico, dat soort dingen, BSR, zouden we dan in feite niet meer kunnen betalen. BSR kun je kwijtschelding voor krijgen als je in de bijstand zit, dat weet ik. Maar eigen risico, ja, dat moet je gewoon betalen. Dus die situatie is heel, heel vervelend. Maar goed, ja, nu 800 euro per maand lenen is natuurlijk ook niet je van het. En het hele stomme eraan is, ik zit weer in zo'n situatie. Ja, in zo'n situatie van heb ik weer. Normaal als je zeg maar op jezelf zou wonen, in de bijstand zou komen, krijg je 935 euro. Dus gewoon voor één persoon. Als ik op mezelf zou wonen, dus zonder Joshua. Maar ik woon samen met Joshua en Joshua werkt niet. Joshua studeert. Dus die moet dan bijlenen, vinden ze. Hij werkt wel iets bij, zeg maar. Hij heeft gewoon een bijbaantje, dus zaterdags werkt hij en in de avonden. Maar goed, dat varieert heel erg. Van de ene maand 50 euro tot de andere maand 250 euro wat hij krijgt. Ja, daar kun je niks op vast gaan pinnen. Maar goed, de bijstand gaat dus uit van één persoon 935 euro en twee personen van, ik weet het exacte bedrag niet meer uit mijn hoofd, ik geloof 1300 of 1400 euro. Echt onwijs weinig. Ik vind het persoonlijk helemaal nergens op slaan. Want krijg jij een Wajong uitkering, krijg je 800 euro per persoon, zeg maar. Dus voor één persoon. En de bijstand is voor alleenstaande gewoon hoger dan een Wajong uitkering. En als je dan met z'n tweeën samen bent, dan is die weer echt super laag vergeleken met wat je gewoon echt kwijt bent. Dus zeg maar, leef je in je eentje, dan heb je, en die 935 heb je in principe echt wel voldoende. Dat is gewoon best een royaal bedrag. Maar leef je met z'n tweeën? Nou, dat is echt niet te doen. Niet als student zijnde en als de een geen werk heeft en de ander studeert. Dat is echt bijna niet te doen. Vandaar dat ik zoiets heb van, nou, dan leen ik nog maar. Het is gewoon echt een rot situatie. Ik wil er gewoon uit. Ik ben er gewoon klaar mee. Ik zit eigenlijk gewoon met een enorme studieschuld op me. Ik kan geen huis kopen. Mijn hele toekomst die is best wel, momenteel best wel zwart. Dat ik zoiets heb van, ja, ik weet gewoon niet goed wat ik ermee aan moet. Ik wil me er nu ook niet al te druk over maken, want ik kan er verder niks mee. Ik kan me er wel iedere dag weer over gaan piekeren, druk maken. Heeft geen zin. Ik kan het toch niet veranderen. Ik kijk naar werk. Hier in de buurt is echt bijna geen werk. Ik kijk best wel breed, in een hele brede straal. Echt van, ja, toch wel 25 kilometer tot 50 kilometer kijk ik echt nog wel. Maar goed, ik kijk in ieder geval wel heel erg goed naar werk en of er iets is. En ik heb ook wel weer gesolliciteerd nu. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop echt super hard dat er iets uitkomt. Dat ik gewoon van die lening af kan. Want ik merk gewoon ook dat ik zo gestrest erom raak. Dat ik steeds als ik dan op zoek moet gaan naar werk. En de eerste twee pagina's, drie pagina's zijn niks. Dat ik dan ook al gelijk denk van oké, laat maar. Ik kijk niet meer. Want ik word er helemaal echt niet goed van. Gewoon het echt. De stress zit je echt tot hier gewoon. Dus ik kan me echt heel goed voorstellen hoe mensen zich in de bijstand voelen. En nu ben ik gewoon dan gewoon ook een apartere situatie. Ik heb daarnaast spierreuma. Ik heb daarnaast dat ik iedere woensdag in therapie zit. Dus sowieso liggen voor mij de banen al niet voor het oprapen. En ik heb dadelijk een hele mooie hbo-opleiding, maar ik kan er niks mee. Dus het is, ja, persoonlijk vind ik het allemaal best wel behoorlijk zuur. Maar ik, ja, momenteel weet je, ik ben er ook zo klaar mee. Ik ga er echt niet iedere dag meer bij stilstaan en bij stilzitten, want het heeft echt geen zin. Je maakt jezelf echt gek als je dat doet en hartstikke depressief. Nou, daar zit ik helemaal niet op te wachten, want dan kan ik helemaal niet meer werken. En je moet echt 100% afgekeurd zijn, wil je tegenwoordig een Wajong krijgen. Dus ja, het is echt waardeloos, dit systeem hier in Nederland, echt waar. Maar goed, dus ik ga er gewoon het beste van uithalen. Ik hoop gewoon heel erg dat ik echt iets te horen krijg van die baan. Goed, ik ga nu de Action Shop-log opnemen.
En daarna denk ik even lekker eten en vanavond lekker chillen. Ik had nog wat dingetjes gekocht voor vanavond. Ik wil weer zelf die kruidenboter van de Action gaan maken. Dus ik had ook stokbrood gekocht. Ja, gewoon lekker chillen. Met mijn vriend samen. Lekkere Hugo wijn erbij. Hapjes erbij. Kaarsjes aan. En genieten maar. Het is wel een beetje donker. Beetje maar. Hey, goedemorgen, it's my birthday. Yay to me. Oh, vanmorgen heerlijk ontbijtje op het gat van mijn vriend. Super lief. En helaas ging het toen ook alweer gelijk van alles fout. Ik had mijn koffie op mijn bed neergezet. Ja, eigenlijk al helemaal niet zo slim. En toen kwam de kat op de kamer en die wilde onder het bed. En ja, dat willen we liever niet. Dus ik wilde die kat zo weg, ja, een beetje wegdoen. Viel de koffie om. Nou, hele bed onder. Dikke vlekken in het bed. En verder, ja, hele dekbed onder. Alles onder. Dus ik heb het bed maar gelijk afgehaald. En ja, dat was dus gelijk het avontuur van vanochtend. Wauw, echt. Nu ga ik me omkleden, want ik zou vandaag nog een catering wegbrengen. Oh, pardon, voor het restaurant waar ik ook gewerkt had afgelopen vrijdag. Ja, het is nu 12 uur, dus ik ga even opschieten, want ik moet daar om 12:30 zijn. Dus ik wil wel een beetje fatsoenlijk eruit. Het is gelukkig niet zoveel, het valt mee. Het zijn maar 2 bakken, dus dat heb ik zo gedaan als het goed is. Zo, make-up is on. Ik heb nog 5 minuten, dus ik ga even snel een parfum opdoen. En dan als de wieden weer naar de Chinees toe. En ik ga vandaag voor... ik denk Chanel. Dan wil ik jullie weer hartelijk bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer terug op mijn kanaal. Doeg!